Nou, we hebben deze Xette Talk samen voorbereid. Maar we wilden het eigenlijk even laten afhangen van wat jullie allemaal wilden weten. Dus we hebben een aantal vragen, die komen ook allemaal aan bod. Er kwam net ook nog een vraag over de resultatenpagina, dus dat laten we ook nog zien. Maar we gaan starten met een aantal voorbeelden van andere mensen en ook waar je informatie kunt vinden over Xette. En er zijn een 18-tal beginners, begreep ik. Nee, het zijn er minder, denk ik, als ik zie hoeveel mensen er zijn. Maar voor de beginnende gebruikers, met Xette kun je, dat is een content creatietool. Dus daar kun je modules mee maken met bijvoorbeeld video's erin, afbeeldingen, tekst, geluid. Van alles kun je daarin zetten. En wat ook heel belangrijk is, interactiviteiten. Dus je kunt er opdrachtjes inzetten, zoals een quiz of een drag-and-drop of een hotspot-oefening. En er zijn in totaal 70 pagina's die je kunt gebruiken. Dus dat is nogal wat je daar kunt kiezen. En nu zie je hier op deze pagina zie je een link staan. Sorry, er wordt hier even koffie voor mij gezet. Dus er hoort nu even het koffiezetapparaat. Je ziet hier een link naar de examples en demonstrators. Wil jij daarop klikken, Katrien? En waar je dan terecht komt, is op de Xette Community website. En natuurlijk kun je bij klassement al heel erg veel informatie vinden over Xette. Op de website van D-Learning komt binnenkort ook al veel informatie te staan over Xette, handleidingen en dat soort dingen, ook bij klassement. Maar hier op de Xette Community website, daar is nog veel meer informatie. Hij is op dit moment alleen nog maar in het of in het Engels. Maar hij wordt ook in het Nederlands. En waar ik jullie nu op wilde wijzen, zijn die bovenste drie links die erin staan. Als je iets naar beneden gaat, als je op, hoef je nu niet te doen hoor, Katrien. Maar als je op Xette Online Toolkits paginatypes kiest, dan zie je alle mogelijke paginatypes die er in het Xette Online Toolkits template zitten. En daarmee kun je een soort mini-modules maken. Met die interactiviteit en die video's en die afbeeldingen waar ik het net over had. Maar daar zit ook nog een ander template in. En daar ga ik jullie dadelijk nog wat voorbeelden van laten zien. Dat is het Bootstrap template. En dat is eigenlijk een soort mini-website die je kunt maken. Waar je ook video en tekst en dat soort dingen in kunt hangen. Dit is meer een module voor het zenden. Maar je kunt daar heel eenvoudig ook je andere modules met de vragen die je gemaakt hebt inhangen. Daar hebben we dadelijk ook nog een voorbeeld van. En tenslotte hebben we nog de Decision Tree Template. En dat is eigenlijk wat het zegt. Op basis van je krijgt een vraag, je geeft antwoord en op basis van dat antwoord ga je weer naar een volgend onderdeel. En denk bijvoorbeeld aan vroeger dat je moest, ik weet niet of jullie dat ook allemaal gehad hebben op school, maar dat je een herbarium moest maken, hè? Dat je al dat onkruid langs de weg moest plukken en dan moest drogen en dan erin moest zetten wat het allemaal is. En dan krijg je dus, heeft het groene blaadjes, heeft het vijfvormige blaadjes. En als je dan ja antwoordt, dan ga je weer naar het volgende. Uiteindelijk heb je het antwoord wat voor plantje dat dan is. Dat kun je natuurlijk met allerlei onderwerpen doen, maar dat is de Decision Tree template. Ja, dus als je meer informatie wil hebben, dan kun je naar die drie voorbeelden gaan. Wat je hier verder ook op de website vindt, is voorbeelden van anderen. Als je even naar boven wil gaan, Katrien. En dat vind je onder, ik denk, Support of Getting Started. Ja, daar staat ook bij nieuws, denk ik dan. Showcases. En hier staan allerlei voorbeelden van andere modules over de hele wereld. Heb je zelf nou een mooie module gemaakt? Dit is vooral voor de gevorderden. Laat het ons weten, want dan zorgen wij dat die ook op de website komt, zodat anderen daar weer profijt van kunnen hebben om daarna te kijken en te zien hoe anderen dat hebben gedaan. En dan kun je naar de volgende pagina gaan. Die Bootstrap waar we het net over hadden, die mini-website, dat is heel handig voor als je informatie moet zenden. Nu is er beschikbaar, en ik denk dat die ook bij klassement staat,
Dat is een Bootstrap Demonstrator, heet dat. En hier staan allerlei voorbeelden in wat je kunt doen met die mini-website. Dus als je bijvoorbeeld naar de tab Media gaat, dan zie je links daarboven. Oh, ja. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld, als je naar beneden scrolt, hoe je een afbeelding erin kunt hangen. Of dat je die erin kunt hangen. Dat je er audio in kunt hangen. Dat is natuurlijk heel mooi voor podcasts tegenwoordig. Er zijn heel veel gratis toeltjes waarmee je een mp3 kunt opnemen. Dat is het bestand wat je nodig hebt voor zo'n podcast. En die kun je er dan zo in hangen. Maar ook een video van YouTube of van Vimeo of van Mediasite. Of eentje zelf uploaden in de omgeving. Maar dat raden we meestal af. Omdat dat 1 te groot is. En 2 omdat er geen echte streaming server zit. Zo heet dat. In Xetten. Dat betekent dat hij hem eerst helemaal gaat downloaden voordat hij hem gaat tonen. Dus je kunt hem beter dan op YouTube of Vimeo zetten. Dan gebruik je de streaming server van dat platform. Je kunt er ook een PDF in hangen zoals we hier hebben gedaan. Nou, en dit voorbeeld, jullie krijgen dit leerobject ook nog. Daar kun je dus zien wat je allemaal kunt doen. En ook staat onderaan telkens van hoe kan ik dat dan doen. Dus dit is voor media, maar er staat ook een stukje in voor tekst volgens mij, als je naar boven gaat, Katrien. Je hebt het niet gezien, Inge? Nee, dus even kijken. Voor navigatoren. Ja. En voor de interactiviteit, hoe je dat kunt doen. Dus kijk hier gerust een keer doorheen. Dit is echt een mooi voorbeeld waar alles in staat wat je ermee kunt doen. Misschien 1 kanttekening. Dus hier kan je perfect leerpaden. En zoals wij in Vlaanderen dikwijls over praten. Wij praten minder over dit. Hier kan je leerpaden integreren, maar er is geen tracering. Dus je kan niet zien wie wat gedaan heeft en zo verder. Dit is echt een website. Je kan alleen maar kijken hoe dikwijls dat bekeken is, maar niet door wie of wat ze gedaan hebben. Nee, en wat wel mooi is om te melden, is waarschijnlijk in de volgende release kan dat wel. Dus dan kun je zeg maar zo'n leerpad zoals jullie maken, of een leerobject, zoals we dat in Nederland noemen, in het... erin zetten in de bootstrap en dan wordt die toch getrackt. Maar voor bijvoorbeeld handleidingen en dat soort dingen is het echt een hele handige pagina. Dan gaan we even naar de volgende pagina, Katrien. Hier heb je een aantal voorbeelden. En dan pakken we er gewoon even eentje. Pak maar eens even de eerste maar. Dit is dus een bootstrap. Dit is gemaakt door een ROC, een MBO in Nederland. Ik weet niet wat dat precies bij jullie heet, Katrien. Dat is een secundair onderwijs. Oh, oké. Okay. Ja. En dit is de verkeerde link, dus we moeten even terug naar het leerobject. Ik heb hier geklikt. Ja, en dan klik even bovenin. Ik denk dat jij de verkeerde link hebt. Ja, helaas. Dan moeten we even een andere pakken. Dat zijn ook mooie voorbeelden. Pak en dit is de release notes. Pak de derde maar. Ja. Dit is er eentje van het Deltion College. En het is grappig, want dit gaat over een onderwerp waar we dadelijk ook even over gaan hebben. Maar dit is dus zo'n bootstrap template, zo'n mini-website. En als je hier naar beneden gaat, dan zie je dus allerlei informatie over die recepten. En daar komen we dadelijk op terug. Maar hier hebben ze dus ook afbeeldingen, een leerobject hebben ze erin gehad, of een leerpad. Je ziet iets over de statistieken die erin zitten. En dit heeft allemaal ook te maken met Xerte recepten, maar daar komen we dadelijk op terug. Even om een voorbeeld te laten zien. Hier kun je dus een aantal van die voorbeelden gewoon eens op klikken en er doorheen. Dit is toevallig ook eentje van Adeltion. Maar we gaan even naar de volgende, want dan krijg je de Xerte Online Toolkits template. Dit is dus dat template met die 70 pagina's. We gaan even naar de volgende pagina, want daar staan ook weer wat voorbeelden. En dan pak maar eventjes die groene. Ja. Ja. Die vinden de mensen ook voor Vlaanderen op klassement trouwens, die groene. Oh, oké. Okay. Als je hierop klikt, dan kom je dus in een leerobject. Dit is van... dit is van een organisatie. Het bestaat uit een aantal opleidingen, een aantal scholen die samen ervoor zorgen dat er een opleiding is rondom robotica die beter aansluit bij het werkveld
dan normaal. Dus hier hebben ze hun krachten samengebundeld. En je ziet hier al, dit is een leerpad of een leerobject. En je ziet al dat het er heel anders uitziet dan bijvoorbeeld de standaard leerpaden die je kunt maken in Xetten met dat zwarte. En als je hier klikt op start, dan kom je een stukje verder. Ja, en dan zie je dus dat je gewoon door dat leerobject, door dat leerpad kunt bladeren zoals je dat normaal ook doet. Maar dit is een mooi voorbeeld hoe ze dat visueel ook weer anders gemaakt hebben dan anderen. Als je teruggaat naar het leerobject, dan zie je daar allerlei voorbeelden staan boven. En misschien kun jij nog eentje uit Vlaanderen pakken, Katrien? Ja, ik zal er twee nemen. Eentje van onszelf. We hebben in Vlaanderen een tweetal jaar geleden modules gemaakt om leerpaden te leren maken met Xerte in Xerte. En toen we op de conferentie in Nottingham waren, vonden ze dat best grappig, dat wij Xerte hier aanleren met Xerte. Dus dit is zo'n voorbeeldje. Als je het leerobject krijgt en je wil effectief van start gaan en je klikt hierop, dan ga je dus naar de eerste stappen. En dan merk je dat er een ander soort navigatie is. Er juist stond er start. En dan kon je daarop klikken en kreeg je een aantal pagina's. Hier is het ingedeeld met de cirkeltjes. En we hebben ervoor gekozen dat je zelf kan kiezen waar dat je start in het leerpad. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen dat je zegt, nee, inleiding moet eerst genomen worden. En van het moment dat inleiding doorgelopen is, dan pas komt het volgende onderdeeltje vrij. Dus als je bijvoorbeeld start in Xerte, dan ga je zien dat we hier uitleggen hoe dat jij aan de slag kan gaan met Xerte. Eerst textueel, vervolgens wordt dat met een aanklikoefening gemaakt. Ik ga er nu uiteraard heel snel door. En dan komt daar weer een video waar het ook nog eens in uitgelegd wordt in een videoles. Dus op die manier proberen wij aan de hand van drie modules de mensen in Vlaanderen te ondersteunen die met Xerte aan de slag gaan. Dus er is een module aan de slag met Xerte. Er is een module van bouw interactief leerpad. En een laatste is voor geavanceerd gebruiker als je bijna alles of je wil alles weten over Xerte. Dus dat is een voorbeeld. En Katrien, goed nieuws voor de mensen in Nederland. Je kunt je gewoon aanmelden ook bij Klassement. Dan kun je er ook bij. Ja. En het is gewoon in het Nederlands. Het is gewoon in het Nederlands. En ze worden ook up-to-date gehouden. Dus als er binnenkort een nieuwe versie komt van Xerte, maken wij gewoon een nieuw leerpad met de nieuwe zaken. En als er dingen veranderen, passen we er ook hierin aan. Als je een ander voorbeeldje is gemaakt door het VRGT, de tuberculosebestrijding. Die hebben heel veel leerpaden gemaakt. Hier is één voorbeeldje van. Er is ook een voorbeeldje dat je ook op Klassement vindt rond een speurtocht in Xerte. Dus een beetje een escape room gemaakt. Ook een heel tof voorbeeld. Ga er nu niet op klikken, maar neem gerust het zelf eens door. En dan wil ik ook nog een voorbeeld laten zien van een bootstrap. Ik had hem hier gezet, die gemaakt is door de mensen van CVO en Cora. Zij hebben heel veel leerpaden gemaakt. Dit is voor NT2. Waarbij dat ze ook integreren in die bootstrap. Ik zal hem heel even open doen. Dus dit zijn allemaal leerpaden. Dus Xerte leerpaden, als je erop klikt, bijvoorbeeld op het alfabet, dan ga je naar een leerpad daarover. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld oefeningen van Quizlet erin geïntegreerd. Ze hebben grammatica-filmpjes geïntegreerd. Dus ze geven één website aan de cursisten nu tijdens de coronaperiode. En zij kunnen daar volledig zelfstandig mee aan de slag gaan. Ze zijn per thema mooi ingedeeld. Een ander voorbeeldje dat heel veel gebruikt wordt door logopedie in Vlaanderen is ook van CVO en Cora, waarbij dat achter elk vakje, nou, ik er even op klikken, bijvoorbeeld prosodie, ga je zien dat er oefeningen in zitten. Klik je op oefening, dan ga je ook weer naar een Xerte-leerpad, dat in dit geval gaat over woordaccenten, wordt er eerst uitleg gegeven en komen er ook oefeningen met audiofragmenten bij. Dus dat is ook zeker wel eens de moeite om eens te kijken naar anderen en inspiratie op te doen voor je eigen leeromgeving. Even een vraag in de chat, Katrien. Ja? Is er ook een tutorial voor het inrichten van de admin? We hebben geen ICT-afdeling, maar we willen graag met Xerte gaan werken. Dus moeten de downloads en inrichten van het systeem zelf doen? Ja. Bij ons is die er niet, omdat wij voor Vlaanderen, wij zijn een uitzondering. Voor Vlaanderen stellen wij voor alle leerkrachten één Xerte-server ter beschikking. Dus elke Vlaamse leerkracht kan bij ons inloggen en kan Xerte gebruiken met onze ondersteuning.
Ja, en voor Nederland geldt dat je kunt contact met ons opnemen en dan ondersteunen wij daarbij. Maar als je het Xetten zelf downloadt van de website, dan zit daar ook een uitleg bij hoe je het moet installeren. Dus dan zo kun je het zelf eventueel doen. Ja, Katrien, ik dacht dat we deze misschien beter kunnen doen als we eventueel uit elkaar gaan. Want dit is natuurlijk voor de beginners weer wat minder interessant. Ja, klopt. Ik denk dat we vooral eens moeten kijken naar het aanmelden in Xerte en het starten in Xerte, aangezien dat er heel veel mensen nog niet vertrouwd zijn met het aanmelden of de mogelijkheden. Wil ik het eerst even uitleggen voor Vlaanderen, Inge? En Ja, dat is als goed. iets. En ja, en ik denk dat we dan ook even de recepten kunnen meepakken. Omdat dat Die is er ook nieuwe bij ons. ontwikkelingen zijn voor de gevorderden, maar ook voor de beginners ook wel makkelijk. Dus wat voor Vlaanderen betreft, als je nog niet met Xerte gewerkt hebt en je wilt starten, zoals gezegd, wij hebben een server opgezet ongeveer 10 jaar geleden, waar alle leraren kunnen op aanmelden met een klassementaccount. Er wordt wel een controle gedaan dat het Vlaamse leerkrachten zijn. We kunnen dat helaas niet openzetten voor iedereen. Want dan worden die wel gemaild en gezegd van ja, dit kan niet voor een ander land, omdat wij werken voor het ministerie van Onderwijs in Vlaanderen. En ja, onze middelen moeten dus ook terugstromen naar de Vlaamse onderwijswereld. Bij ons is het dus zo, op dit moment, het gaat veranderen, maar op dit moment ga je op de Tolnet-website, dus tol-net.me, naar e-content. Het gaat gewoon eenvoudiger worden in de loop van de zomer. Dan ga je klikken op Leerpaden maken met Xerte. En dan krijg je de vraag of dat je een account hebt. En als je ooit via mij een account gehad hebt, dan kan je daar nog mee inloggen. Heb je nog nooit ingelogd, dan is het via Klassement. Ik ben nog aangemeld op Klassement, dus dan wordt het automatisch. Anders moet je je mailadres en wachtwoord van Klassement. Dus die databanken zijn gekoppeld. Het wil niet zeggen, als je dingen maakt in Xerte, dat die automatisch op Klassement komen. Dat is toch wel een heel belangrijk verschil. En wij gebruiken enkel de mailadressen en de wachtwoorden, dus de databank van gegevens, om door te sturen naar onze server. Maar er is geen directe link van, ah, ik maak iets op Xerte, het staat automatisch op Klassement. Dat is niet het geval. Als je dan aangemeld bent, dan kom je in de werkruimte, zoals wij noemen, van Xerte. Die is dus voor iedereen apart. Dus hetgeen wat je hier ziet, mapjes, dat betekent dat ik die mapjes zelf heb gemaakt. En de leerpaden die hier staan, zijn ofwel mijn eigen leerpaden, ofwel leerpaden die met mij gedeeld zijn. Er was ook een vraag van, kan je delen? Ja, je kan leerpaden delen met iedereen die op dezelfde server een account heeft. En je kan delen op 3 niveaus. Dus enkel en alleen meekijken. Meekijken, maar ook meebewerken. Dat betekent zaken toevoegen en ook verwijderen. En als derde niveau is eigenlijk hetzelfde niveau bijna als jezelf. Namelijk een co-auteur. En een co-auteur kan ook een export doen, kan ook de mediafolder bekijken en zo verder. Dus dat heeft nog ietsje meer rechten. Je kan dat doen, maar je kan één ding niet en dat samenwerken op hetzelfde moment. Dus maak hele goede afspraken wie wanneer werkt. Van het moment dat je iets deelt met een collega en die collega is aan het werk en jij wilt erin gaan, krijg je ook die melding. En dan is het heel belangrijk om niet op die knop te klikken verwijder logbestand, want als die eraan toch in zit, dan kan dat schade berokkenen aan het leerpad. Dus dat doe je best niet. Wat er wel komt is, als die collega eruit is, krijg jij dan wel een melding van je kan in dat leerpad aan de slag gaan, want de collega heeft het leerpad verlaten. Dus dat is ook wel een hele mooie feature die enkele releases geleden is toegevoegd. Als je zelf mappen wil maken, je start met op werkruimte te klikken. Je kan hier op nieuwe werk of nieuwe map klikken. En ik ga er nu even een testmap van maken. Aanmaken en mijn mapje wordt gemaakt. Heb ik mijn map gemaakt en ik wil daar in die map al direct een leerpad gaan steken of een bootstrap gaan steken? Ik ga dat hier aan de rechterkant kunnen kiezen. Van het moment ik een keuze gemaakt heb, dus Xerte Online Toolkit is het leerpad, de laatste voorbeeld die jullie gezien hebben. De bootstrap is die website, dat zijn de eerste voorbeelden dat je er straks hebt gezien. Van het moment dat je klikt op Xerte Online Toolkit creëer, dan kom je hier terecht bij standaard. Inge heeft er juist al aangehaald dat we recepten hebben.
En het Delgen College in Nederland heeft die recepten origineel gemaakt. Wij hebben toestemming gehad in Vlaanderen om die aan te passen naar Vlaamse context. De standaard betekent, ik weet niet welke richting het uitgaat met mijn leerpad. Ik heb geen echt doel. Ik moet gewoon gaan proberen en ik ga zien. Ik heb alle mogelijkheden, laat ik open. Ja. Als ik zeg van ja, ik heb een bepaald doel en ik klik daarop op standaard, dan ga je zien dat je een keuzelijst hebt. En een van die keuzes is bepalen van voorkennis. Dus dat leerpad dat je dan gaat maken, dan gaat er al een soort van schabloon, een aantal basispagina's meekomen, die dat je gaat vullen. Kies jij hier voor Flip in the Classroom, dan gaat dat ook weer hetzelfde zijn. Dat is een basisleerpad dat geopend wordt met een aantal pagina's in, die handig zijn voor een leerpad Flip in the Classroom. Jij gaat dat leerpad weer vullen. Wil je daar dingen aan toevoegen? Uiteraard kan dat. Wil je daar dingen in verwijderen? Uiteraard kan dat ook. Je zal zien dat wij in deze recepten in Vlaanderen het logo van Tonet hebben gezet. Dat hoeft daar niet te blijven instaan. Het is bij wijze van voorbeeld dat je daar een eigen logo kan inzetten, dat wij het onze gezet hebben. Maar ik krijg vragen regelmatig van, moet dat er blijven instaan? Nee, hè. Het is een schabloon dat we afleveren. Pas daaraan wat je nodig acht om aan te passen. En ons logo hoeft daar echt niet op te blijven staan. Hè. Van het moment dat je zo zegt van, Flip in the Classroom, geef je hier een naam. Dan ga ik het de naam webinar 10 juni geven. En ik klik op de knop creëer. Dan gaat er een nieuw scherm open. En dan ga je zien dat Flip in the Classroom noemt. En hier staan mijn voorgeselecteerde pagina's. Die ik ga kunnen invullen. Als ik een standaard had genomen, had alleen hier het gele blokje gestaan en had daar geen Flip in the Classroom, maar had daar gestaan dat je dan nog een naam moest geven. Ja. En ook niet start tot en met colofon, had daar ook niet gestaan. Wil je zaken gaan aanpassen, bijvoorbeeld de titel, je klikt, dan zie je dat je lettertype en zo kan kiezen. Er is een lettertype actief gezet voor heel de server. Dus als je het aanpast, weet dan dat je het overal moet aanpassen. Want de basislettertype is sowieso al van kracht. Als je hier nu ook weer aanpassing doet naar webinar bijvoorbeeld. Navigatie kan je gaan instellen. Historisch betekent pagina per pagina. Dus je gaat de volgende kunnen doen. Er gaat ook een huisje staan. Dan kan je terug naar de eerste pagina. Verander ik dit in menu, dan ga ik in het begin een hele oplijsting krijgen van alle onderdelen die ik in mijn leerpad heb zitten. Lineair betekent, ik laat ook zien aan de mensen hoeveel pagina's mijn leerpad heeft. Bijvoorbeeld 1/10 betekent, er zijn 10 pagina's en je zit nu op het eerste pagina ervan. Dat is een weergavemodus. Die kies jij als maker om naar je cursisten, je leerlingen door te geven. Ja, zij kunnen dat niet kiezen, jij kiest dat. Standaard lettergrootte. De taal. Ooit hadden Inge en ik het idee van, we gaan 1 vertaling maken, hè? Nederlands, we praten toch dezelfde taal, maar we kwamen er heel snel achter dat er toch wel wat verschil is tussen Nederlands en Vlaams. Dus vandaar dat er 2 woorden of taalbestanden zijn en dat Inge verantwoordelijk is voor Nederland en ik voor Vlaanderen. Maar je ziet ook dat hier taalbestanden zijn voor als je Frans geeft, voor als je Turks geeft, voor als je Grieks geeft en zo verder. Je leerpad op zich, dus hetgeen wat je hier ziet, dat titel, leerobject en zo verder, blijft in het Nederlands. Maar feedback en dergelijke wordt dan al voorgesteld in de taal dat je hier kiest. Ik ga het nu op Vlaams laten staan. Katrien, ja? Even om hierop aan te haken, er was een vraag in de chat. Ik denk dat het gaat over het aanmelden op klassement. Of dat ook geldt voor Waalse. Ik neem aan voor... Oh, ze is aan het typen. Voor Waalse leerkrachten. Ja. Ja, daar wordt geen onderscheid tussen gemaakt. Oké. Okay. Oh, voor het gebruik van script zetten. Nee, dat, wordt ja. Dus, dat kan gewoon. Dat kan gewoon, ja. En je kunt hem dan ook nog op Frans zetten. Alleen, ja. Frans is maar deels vertaald. Dus soms zul je daar ook Engelse termen nog in zien. Ja. En even, Katrien, nog een aanvulling. Ik zie dat jij hier iets niet hebt op de een of andere manier. Maar wat er waarschijnlijk nog wel komt, is als je in een recept zit, dat je naast het prullenbakje een schuifje krijgt. En als je dat openzet, dan kun je toch bij alle onderdelen
Ja, maar dat kan je hier ook, hè? Dus bij het plusje kan je ook naar alle Oh, onderdelen. oké. Okay. Oh, jullie hebben hem nog niet ingezet met Nee, de nee. simpel. Nee. Ah, ik snap het. Ja, dat is dus ook nog mogelijk. Ja, dus en wij hebben op dit moment hebben we er nog voor gekozen, omdat de tijd was er niet om dat op een ordentelijke manier klaar te maken. Hebben wij ervoor gekozen om alle opties nog altijd voor iedereen open te zetten. Ja. Dus als je pagina's wilt toevoegen, je klikt op de plus en dan ga je zien dat hier verschillende dingen zijn toegevoegd. Als je een tekstpagina wilt toevoegen, of je wilt navigeren in media, is een PDF bestaand, of je wil een soort oefening gaan toevoegen, dat kan nog altijd ook aan dit recept. Wat Inge bedoelt is dat er hier een schuifje komt en dat gaat er in de loop van de zomer wel aankomen. En dan hebben wij bepaald welke pagina's dat er het meest gebruikt worden. Dus eigenlijk een beetje een filter op de pagina's, omdat we 70 pagina's hebben, zoals Inge zei, gaan we dit een beetje stroomlijnen en in die 70 pagina's een beetje knippen voor een certain simpel. Van het moment dat dat actief staat, staat hier dus een minteken. Schuif je dat open, ga je alle mogelijke pagina's zien. Maar op het plusje wordt het dan beperkt tot het aantal meest gebruikte pagina's. Dus dat komt er ook nog aan bij ons. Ik was gekomen bij het thema. Thema staat hier Future Teacher. Zowel Inge als ik zijn heel nauw, of eigenlijk de bezielers van Future Teacher, een Europees project dat gelopen heeft tot vorig jaar. Maar we hebben ons geëngageerd om dat verder te zetten. En we hebben dat afgestemd, dat thema, op het framework van de Europese Commissie, het DigCom-EDU-framework. Dus je ziet dat oranje, groen, blauw. Appelblauw, zeegroen, paars en rood. Dat heeft allemaal een betekenis in het framework, maar we zien dat dit thema ook door heel wat andere mensen wordt gekozen om uiteindelijk naar cursisten, want zo gaan cursisten, als ik hierop klik, zo gaan cursisten, dus een witte achtergrond, en dan kan je daar wat kleur in brengen door deze kleurtjes. Bij ons heeft dat een betekenis als wij dit gebruiken, maar voor de meeste mensen is dat gewoon een leuk kleurtje, ik ga vandaag iets maken in het paars bijvoorbeeld. Er zit daar geen logica achter. Bij ons zit daar wel een logica achter. Nu, er zijn heel wat thema's beschikbaar. De meeste, als je een nieuw leerpad start, die starten het op deze manier. Meer en meer zie ik dat dit niet meer gebruikt wordt. En ik ben daar eigenlijk wel blij om, want dat lijkt zo al een beetje oud. Dat zwart, dat trekt niet aan naar cursisten. Iemand vroeg ook vooraf in de vragenlijst van, ja, is dit wel iets dat... Of kan dat ook aangepast worden? Ik ga er direct op terugkomen. Maar je hebt dus heel wat thema's erin zitten. Wat ik minder interessant vind en een beetje een gevaarlijke vind zelf, is de sketch. En ik ga jullie laten zien waarom. Zeker voor lage scholen niet gebruiken, want daar zit het lettertype Comic Sans in. En zo'n heel raar lettertype zoals je nu ziet. Dus dat is voor anderstaligen, voor lage scholen, zeer moeilijk leesbaar. Hè? Maar Ron vanuit de ontwikkelkant heeft dit ooit ontworpen. We zullen hem moeten vragen, Inge, of misschien dat jij het weet, waarom dat er zo uitziet. Ja, nou eigenlijk vooral ook voor zo'n sessie om eens te laten zien dat je het ook heel anders eruit kunt laten zien. Dus dat is eigenlijk een soort grapje. En dat is er in gebleven. En even om nou aan te vullen op het zwarte thema. Dat is er niet zonder reden. Dat komt omdat het kijkt heel erg naar de accessibility. En voor mensen die slechtziend zijn of die met een screenreader lezen, er wordt heel veel aandacht besteed aan iedere pagina die erin komt, of die wel accessible genoeg is. En dit thema, daar is het contrast echt gewoon heel hoog. Vandaar dat dit thema zeg maar het standaard thema was. Maar je kunt het natuurlijk heel makkelijk aanpassen. Maar dat is de reden eigenlijk waarom dat zo gebeurd is. Ik wil er nog eentje uithalen, ook omdat de vraag binnengekomen was van hoe kunnen we het een beetje inrichten naar onze eigen huisstijl. De specifieke vraag was naar lage scholen, maar eigenlijk kan dat naar iedereen in elke organisatie. Denk 4 jaar geleden ondertussen waren Inge en ik in Nottingham op de Xerté-plek, want daar is Xerté begonnen. En wij kregen het programma door 2 dagen of 3 dagen voor onze afreis. We gingen samen en ik zei tegen Inge, daar gaat iets rond layout gebeuren. Die net nog herinnert, Inge. Ik denk dat dat een anekdote is die ons heel lang nog bijblijft. En Inge geloofde mij op dat moment niet, maar toch naar gelang
de reis vorderde, hadden we toch wel zoiets van, daar moeten we zijn, op die sessie moeten we zijn. Wat was er gebeurd? Naast de ontwikkelaars van Xerte waren er twee mensen binnen dezelfde universiteit Nottingham, waar dat Xerte dus geboren en getogen is, begonnen aan een app om layout aan te passen. En ik ga heel even dit scherm minimaliseren en ik ga naar de app gaan. Dus xhibitapp.com. Een beetje door in onze startpresentatie vind je dit terug, want we hebben dat ook uitgeschreven hoe je ermee aan de slag gaat. En je kan hier, als je klikt op Start Your Design, en het is toch een leegje nu, dan kan je, het is wel Engelstalig, maar je kan eigenlijk heel die layout volledig op basis van header, dus dat is hierboven, footer, body, is de midden, witte ruimte, de menus, de icoontjes, de lettertypes, allemaal gaan pimpen naar je eigen organisatie. Let wel op, gebruik webveilige kleuren. Als je bijvoorbeeld op header klikt en je klikt hier Gradient, dan zie je hier een grote groene bol. Dat betekent, is webveilig. Maar als ik nu heel even ga overdrijven en bijvoorbeeld dat groen, dan kom ik in een rode bol. Dat is niet aan te raden, want dat is niet webveilig. Dus dat is ook voor mensen met kleurenblindheid en zo niet ideaal. Dus let als je met kleurtjes speelt, dat je ook wat de juiste kleurtjes speelt. Als je dat hebt samengesteld, je hebt dit afgelopen en je hebt daar lettertype en zo gekozen. Op het einde, save. Je save dat in je browser, dus dan is het morgen dat je kan verder werken. Reset betekent helemaal terug naar het begin, terug naar de zwarte. En export, dan kan je dat gaan exporteren. Nu is het afhankelijk van hoe dat je werkt, welk van de twee je nodig hebt. Als je werkt bij ons in Vlaanderen, op de klassementserver, dan kies je hiervoor personal. Werk je op je eigen installatie, dan kan je kiezen voor institutional en moet de administrator, degene die on the management page kan, moet dat dan op organisatieniveau opladen. Voor klassement kunnen we dat niet, want dat zou betekenen dat iedereen van elke school die met Xerte werkt, elke leerkracht die met Xerte werkt, thema's kan gaan gebruiken. Dus dan zie je al gebeuren dat het logo van school X bij school Y komt. Zeer gevoelig, dus dat gaan we nooit doen. Vandaar dat we werken met personal. Maar wel een hele mooie tool die ook nieuwe functionaliteiten regelmatig nog krijgt om met Xerte verder aan de slag te gaan. Dus dat ook weer. Je ziet hier ook staan het logo. Dus als je hier klikt en je gaat hier op het upload, dan kan je je eigen logo uploaden. Hoe groot dat mag zijn, zit allemaal in onze leermiddelen om aan de slag te gaan. Hier zit ook wat script achter. Blijf daar gewoon af. Dat is toegevoegd om het goed te laten lopen. Is minder van belang. Hè. Klik je verder door, ga je telkens zien dat je kan aanpassen. Uitleg kan je aanpassen. Je kan hier een videoles, de teksten aanpassen, de afbeeldingen aanpassen. En je maakt er je eigen object van. Als je dingen gemaakt hebt, klik je op publiceer om te bewaren. En als je op toon klikt, dan kan je ook telkens gaan kijken hoe zien cursisten dit, hoe zien leerlingen dit. Hè? En dan zie je nu mijn zwarte layout, want ik heb dat laten staan op het gele blokje hier, dat ik op de Xerte Online Toolkits template aan het werken ben. Hè? Dus plaats hier de titel, ga je aanpassen en zo verder. Je merkt ook dat je kan aantonen, voltooiing verplicht met een vinkje, betekent, ja, is niet verplicht als het aanstaat. Betekent als je het hangt in een leeromgeving. In een leeromgeving is Moodle, Smart School, Canvas, Magister wordt in Nederland gebruikt. Ik weet niet dat er nog andere zijn. Dat het, als het getraceerd wordt, dat het niet meetelt voor tracering, dat het jou eigenlijk niet interesseert wat of hoe lang leerlingen of cursisten op deze pagina zijn gebleven. Dus dat kan je ook bepalen per pagina. Zijn er ondertussen nog vragen binnengekomen, Inge? Nee, geen nieuwe vragen, zeg maar dan de andere. Wel een opmerking over van Marijke, die zegt dat het lettertype van Ron, zeg maar, heel erg af te raden is, ook voor mensen met dyslexie. Ja, ja, zeker en vast. Ja, ja. Maar je weet nu dat het een beetje een grap is die uit de hand gelopen is. Hè? Ja. Misschien ook nog tonen, als je in de werkruimte terugkomt, je bent uitgelogd, sender en log je terug in. Je gaat naar je leerobject en dan ga je erin met het potloodje. Dus met het oranje potloodje ga je terug open doen en kan je dus terug aan de slag gaan. Er zijn ook nog heel veel extra opties. Het zal ons veel te verleiden om daar vandaag allemaal op in te gaan. Bij de recepten is bij de meeste de opties al goed gezet. Als je de recepten volgt en je hebt daar bijvoorbeeld hier de quiz in,
dan zit daar ook de tracering al volledig klaar. Ja, dus die hebben wij al klaargezet in die voorbeelden. Begin je vanaf nul, ja, dan moet je zorgen dat je dat zelf ook ingeeft. Ja. Als jij zaken met oefeningen wil maken en je wil dat het in de leeromgeving wordt getraceerd, op voorwaarde dat uiteraard die leeromgeving dat kan traceren. Dus een leeromgeving die traceren, waar wij het van weten, zijn Moodle, is Canvas. Inge, kan jij aanvullen van Nederland? Nou, bijna alle programma's waar je bijvoorbeeld LTI kan gebruiken. Ja. Dus maar voor Vlaanderen al aanvullen, Smart School ondersteunt geen LTI op dit moment, dus daar kan je geen tracering standaard hebben, rechtstreeks. Je kan het via een omweg hebben, ga ik zo dadelijk op terugkomen, maar je kan het niet zien in Smart School van leerling X heeft dat gedaan. Katrien, via een omweg. Sorry. Ja. Ik dacht dat je even ademhaalde. kun je laten zien hoe je een pagina toevoegt, verwijdert? Ja. Ik ga even de tracering afwerken en dan ga ik dat doen. Ja? Oh, sorry. Ja. Dat is misschien het handigste. Ja, is goed. Dus als je tracering wenst op leerpaden, het eerste wat je moet doen, dus maar weet dat dat op de schablonen al klaar staat, is zorgen dat je aan de rechterkant, hier staat het nu grijs, tracering toevoegt. En je kan, dan krijg je dit venster, dit vakje erbij. En hier staat volledige tracering van de laatste poging. Je kan ook kiezen voor de eerste poging. Laatste betekent, leerlingen gaan 3 keer door het leerobject. De laatste wordt zeker bewaard in de leeromgeving. Staat uw leeromgeving toe, bijvoorbeeld een Moodle, van 10 keer op te slaan, dan gaan ook alle 10 resultaten zien. Maar afhankelijk van leeromgeving kan dat verschillen. Scoren indien je slaagt, moeten ze minstens 55% scoren. Ze moeten minstens 1 seconde op de pagina blijven, om afgevinkt te krijgen van, kijk, deze is in orde is bekeken. Ja, dus dat is de eerste al. Vervolgens, als je interactieve oefeningen gaat toevoegen, zoals hier een quiz. En dan ben ik hem even kwijt. Waar zit hem? Is blijkbaar hier niet toegevoegd, toch niet? Ik ga hem even toevoegen. Dus ik heb de tracering toegevoegd. Traceringscoregewicht betekent, ik geef op alle alle juiste antwoorden 1 punt. Dus ik heb hier van aan de zijkant geklikt op traceringscore en ik geef 1.0 betekent 1 punt per juist antwoord. Maak ik daar nu 2.0 van, dan zijn het 2 punten per juist antwoord. Er gaat niet een min. Dus een min, als je fout antwoordt, min 1 of zo, dat kan ik zeg die niet. Je kan ook pagina's verbergen en terug opnieuw zichtbaar maken. Als je zegt van, ik heb op maandag les en ik ga een toetsje doen, maar deze toets is voor maandag en hetzelfde leerpad maakt de eentje voor donderdag, dan kan je die van maandag verbergen en toch datzelfde leerpad eventueel gebruiken. Als je interactieve oefeningen dus punten hebt toegekend, dan ga je ook de resultatenpagina kunnen toevoegen. En dat is ook een belangrijke voor de mensen die Smart School gebruiken. De resultatenpagina houdt bij van alle pagina's die dat je zegt dat die moeten voltooid zijn, hoeveel tijd mensen daarin steken of hoeveel tijd men op die pagina aanwezig is, maar ook alle resultaten van alle interactieve oefeningen. Dus daar bedoel ik mee, van de oefeningen die je hier vindt of aan de mogelijkheden die je vindt bij interactiviteit. Wij hebben hier ingesteld dat we volledige resultaten willen. Dat betekent, we willen tijd zien, we willen punten zien indien het mogelijk. En we vragen ook de naam. Dat is hier ook een optie die we toegevoegd hebben. Als studenten het leerpad doornemen, als voorlaatste pagina gaan zij dus zien wat zij, hun resultaten zijn, wat zij gedaan hebben. Voor Moodle, Canvas, Magister en zo verder zijn leeromgevingen die daar rechtstreeks tonen in het puntenboek. Voor Smart School kan je vragen aan uw leerlingen om dat te downloaden en u dat in te sturen, bijvoorbeeld via de uploadzone. Die hebben niet die rechtstreekse connectie. Ja, dus dat is eigenlijk wel een omweg om die resultaten wel te kunnen zien. De vraag was om pagina's toe te voegen. Stel dat ik een pagina wil toevoegen hier tussen inleiding en videoles. Dan ga ik staan ofwel op inleiding ofwel op videoles. Ik kan kiezen. Ik ga op de plus klikken en ik weet dan op voorhand die pagina wil ik gaan gebruiken. En ik wil bijvoorbeeld een interactiviteit toevoegen en ik wil antwoord XI. Antwoord XI is bijvoorbeeld, noem 5 provincies. We hebben een hele lijst met alle provincies erin gestoken en de studenten geven er 5.
At random, ja. Ze kiezen zelf welke 5. En Xerte kijkt, is dat juist, staat dat tussen het lijstje dat op voorhand is ingegeven. Dan kan ik kiezen, voeg toe voor, na of aan het einde. Als ik het einde kies, dan gaat hij hier toevoegen achter colofon. Als ik kies om antwoord X, Y voor, dan gaat hij die toevoegen voor mijn inleiding. Als ik hem wil toevoegen daarna, dan gaat hem tussen mijn inleiding en mijn videoles komen staan. Dus ik ga klikken op voeg toe na. En dan zie je dat hem ertussen is komen staan. Het zijn weer invulvelden geworden. Dus ik heb weer in te vullen. Ik heb hier te geven en je ziet uw vragen te stellen. Ik heb hier de pogingen dat ze mogen doen. En bij antwoord toevoegen ga ik elke antwoord moeten ingeven. Een pagina verwijderen. Ik klik erop. Ik ga hier naar het vuilbakje. Weet, als ik op vuilbakje klik, ik krijg de melding, weet u zeker. Maar als ik hier op oké klik, zoals ik nu gedaan heb, ik kan die nergens terugvinden. Ja, er is ergens geen filter om te zeggen, oh, ja, sorry, ik heb ze toch nog nodig. Ja, kan niet teruggehaald worden, ze moet effectief terug opnieuw gemaakt worden. Dus als je niet zeker bent en je twijfelt nog, dan kan je beter, ga heel snel een andere pagina maken, voor het categorie, ik voer die er even na toe. En je zegt van, ik ben nog niet zeker, misschien hou ik ze, maar misschien ook niet. Dan kan je beter zeggen, ik verberg die pagina. Ja. En dan kan je zeggen, verberg pagina, en dan komt er een rood oogje met een diagonale streep door. Dat betekent, die is niet zichtbaar voor studenten. Die is niet zichtbaar als ik op de toonknop klik. Maar ik kan wel die behouden. Beslis ik morgen, volgende week, volgend jaar, om die toch nog terug open te zetten, kan ik ze heel gemakkelijk terug openzetten. Ja? Dus dat is er wel mogelijk. Je kan ook bijvoorbeeld op een leerpad een woordenboek toevoegen dat op elk, bijvoorbeeld het woordje Xerte in het leerpad telkens wordt onderlijnd en dat cursist er gaat opstaan en een uitleg krijgt. Dat zijn ook allemaal mogelijkheden die je kan integreren in de leerpaden. Wat ik zelf ook een hele mooie functie vind en heel veel gebruik, is deze knop, importeer pagina's. Waarom gebruik ik dat? Bijvoorbeeld voor de presentatie die we vandaag gemaakt hadden. Ik wil altijd hetzelfde voorblad gebruiken. Ik wil een aantal pagina's recupereren, maar ik wil die niet standaard elke keer opnieuw maken. Dus dan klik ik hier op import pagina's. Ik krijg een overzicht van al mijn eigen leerpaden, dus niet van iemand anders. Dus waar ik zelf eigenaar van ben. Bijvoorbeeld hier het voorbeeld adaptief. En ik krijg hier te zien welke pagina er allemaal in zitten. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ah, ik wil de opiniepagina meenemen en ik wil de quiz meenemen. Uit dit, ik importeer en die worden hier onderaan toegevoegd. Ja? Dus op dit icoontje klikken, het juiste leerpad aanduiden, bijvoorbeeld leerpad dienstverlening, over een veilig wachtwoord, wil ik die drie dingen meepakken. Ik klik onderaan op importeer pagina's en ze worden weer op onderaan toegevoegd. Dus dat je eigen leerpaden kunnen op die manier heel snel dingen gaan recupereren. Zoals bijvoorbeeld de titelpagina, waar je dan heel snel alleen de titel aanpast. Of de colofon, of de resultatenpagina, of de quiz en gewoon terug herinvult. Dus op die manier is er ook een tijdswinst als je al kunt terugvallen op gemaakte leerpaden. Dan ga ik even terug aan Inge vragen wat er ondertussen vragen zijn binnengekomen. Want ik zie dat het bijna 3 uur is. Nee, geen vragen. En ik moet eigenlijk wel lachen, want we zijn zo enthousiast dat we helemaal vergeten dat we in breakout rooms zouden gaan met de beginners. Maar voor de mensen die gevorderd zijn en die daar straks nog vragen hebben die niet beantwoord zijn, stel ze gerust, dan zorgen wij dat je in ieder geval antwoord krijgt. Ja. Ik wou nog één tip geven. Stel nou dat, en dit is voor de gevorderden, stel nou dat je heel veel werkt met het verbergen van die pagina's. Dan kun je op de voorpagina van je leerobject, dus in dit geval op het niveau van webinar, dan kun je de extra eigenschap auteurs, kun je er even op klikken? Auteurs. Op webinar. Ja, ja, ik zat op. Even kijken, auteurs support of zoiets. Staat, ja, het staat er ergens bij, maar. Ja. Support auteur, hoe hebben we het genoemd? Hier, ja. Ja, want als je nu het leerobject gaat tonen, dan zie je de pagina wel. Ik weet niet of je het even kunt doen. Dat je ja.
Dus dan zie je al een tip, hey, auteursupport staat aan. En dat betekent dat je ook de verborgen pagina's krijgt te zien. Dus als we dan komen dadelijk bij geef paginatitel, dan zie je hem toch. En dat is wel handig, want dan kun je wel even kijken hoe het eruit ziet. Want anders dan, zie je hem niet en dan moet je hem toch live zetten. Dus dit is een tip voor de mensen die dit veel gebruiken. Dus nu sta ik op die pagina, die is nu leeg, omdat ik enkel de pagina heb toegevoegd, maar niks in de pagina heb aangepast. Dus vandaar dat die leeg staat. Voor mensen die wiskunde, economie, fysica geven en met wiskundige formules werken op budgetberekening, is er ook de optie variabelen, een hele mooie optie. Ik ga er nu niet te ver op ingaan. Maar bijvoorbeeld als je zegt van, ik ga een heel simpel voorbeeld geven, oefenen van de maaltafels. Hè? En je wil dat ze de maaltafels van 2, van 6, van 8 leren, maar door elkaar gehutseld. Ja, als je standaard in de meeste oefenprogramma's ga je moeten alleen intypen van als leerkracht 2 maal 6, 4 maal 8 en zo verder. Hè? En elke leerling krijgt zijn eigen, dezelfde oefeningen. Hè? Met variabelen kan je dat omzeilen. In die zin, dan kan je zeggen, een getalletje A, en dan ga je niet het getal 2 zetten, maar A is gelijk aan 2, 4, 6, 18 bijvoorbeeld. B is gelijk aan 3, 7 en zo verder. En dan gaat Xerte tussen A en B hutselen. En dat betekent dus telke malen andere soort oefeningen geven aan de leerlingen. Ja, ik heb het nu heel simpel voorgesteld, maar dat kan dus met eender welke wiskundige oefening gemaakt worden. Maar bijvoorbeeld ook voor budgetbeheer, dat je zegt, want zo hadden wij het een aantal jaar geleden ook op de conferentie in Nottingham gezien dat men daarvoor een vetschool had gemaakt. En zei van, je moet dat budget besteden en je moet dat en dat gaan kopen. En toen zei ik tegen de ontwikkelaar, tegen Fee, van, dat is goed voor Vlaanderen, dat wil ik meenemen. Nadeel was op dat moment, het moest in HTML in code gebeuren. Nee, dat gaan we toch maar niet doen. Dus uiteindelijk is het er toch ingekomen dat het op een eenvoudigere manier kan, namelijk met de variabelen, maar telkens dat de leerlingen andere mogelijkheden krijgen en hebben zij, bijvoorbeeld last mij 2 maal 5, dan gaat die oefening dikwijls er terugkomen, want Xerti onthoudt dat, dus dan gaat die ook dikwijls er terug in die range komen. En Dat is ook een hele mooie. om daar nog aan toe te voegen in het leeroject wat jullie krijgen van deze bijeenkomst, leerpad, sorry, daar staat ook een voorbeeld naar zo'n variabele voorbeeld. Dus daar kun je zelf ook eens even kijken hoe dat dan werkt. Dus we hebben er ook voorbeelden, we hebben ook een handleiding, die staat Inge waarschijnlijk ook bij jou wel, op het klassement staat hij al zeker op. Dus Maar bij dat mij is ook nog allemaal niet. nog niet, oké. Okay. Dus Dat maar wordt aan komt wel. gewerkt. Ja. We maken ze ook samen, dus vandaar dat we ook dezelfde handleidingen houden. Ik weet niet of er nog andere. Ik heb zelf nog ik mag dat nooit van jou, Katrien, want dan gaan ze jou allemaal vragen stellen van wanneer komt het nou, wanneer is het er nou? Maar ik heb een aantal nog dingen die eraan zitten te komen bij de volgende release. En Niet ik dat ga. veel waterachtig maken, hè? Want dan krijg ik de vragen vanaf morgen: wanneer is het Ja, er? precies. Ja. Maar een van de hele mooie dingen is dat als je straks in je leerpad zit en je hebt daar een afbeelding. Nu kun je met code kun je het zo maken dat als je erop klikt, dat je die afbeelding dan ook in het groot ziet. Maar normaal kan dat niet inkzetten. Het is gewoon zo groot zoals jij hem erin zet, of zoals de pagina hem maakt. Maar bij iedere afbeelding komt straks een lightbox. En dat kun je per pagina aan of uitzetten. Het staat normaal aan voor het hele leerpad. En als je dan ergens een afbeelding hebt toegevoegd en de gebruiker die klikt erop, dan krijgt hij die afbeelding ook in het groot te zien. Dus dat hoef je dan niet meer met code te doen. Het kan gewoon allemaal zo automatisch gebeuren. Dat heet lightboxes. Dat wordt toegevoegd. En nog een hele mooie, die zit al in de Bootstrap, dus in die mini-website, maar die komt ook in het Xette Online Toolkits template, dus met al die 70 pagina's. Is dat je zo'n pagina kunt verbergen, maar dat je het toch zo kunt maken dat de deelnemer hem kan zien. En wat is daar nou een voordeel van? Dan kun je dus op basis van een bepaald antwoord kun je zeggen van oké, dan mag deze die pagina zien. Of als je een pagina met extra uitleg wilt toevoegen aan je leerpad, kun je zeggen van oké, wil je meer uitleg? Klik dan hier en dan staat dat toch in dat leerpad, zonder dat iedereen het ziet, alleen maar als jij ervoor kiest. Dus dat zijn extra functionaliteiten bij die verborgen pagina's.
En eentje waar Katrien denk ik heel blij van gaat worden. Als je op dit moment in Xetten aan het werken bent en je gaat bijvoorbeeld even een kopje koffie halen en je denkt ik ben zo terug en je komt een collega tegen en je komt nog een collega tegen en je bent zomaar even een uurtje weg en je komt terug en je weet eigenlijk niet meer dat je je leerobject open hebt staan, dan klik je hem nog een keer open en dan kan het gebeuren dat je eigenlijk als je het in de verkeerde volgorde sluit, dat je al je werk kwijt bent. Katrien had het net al over die logfile die je krijgt als iemand anders erin aan het werk is. Maar je krijgt dan ook een logfile als je er zelf in aan het werk bent. Dus dan kan je hem niet twee keer openen en kan die dus ook niet zomaar weg zijn. Ook als je in een andere browser zit of zo, of je gaat op een andere computer werken en je hebt hem op de ene openstaan, dan krijg je dus een melding. Dit object is gelogd en wel omdat jij erin aan het werk bent. Heel Denk dat jij mooie. er, nou, ik denk dat jij er heel blij van wordt, Ik Katrien. word daar heel blij van, omdat ik dan anders voor heel wat mensen, als zij dus zich vergissen, moet gaan in Xerte duiken en toch wel wat werk moet doen voor het laatste volledige leerpad terug op te halen. Dus daar word ik zeer blij van. Nu dat je toch bezig bent, Inge, gaan we misschien ook al over de interactieve video iets zeggen. Ja, alleen die zit er denk ik nog niet de volgende keer in. We gaan het proberen. Hij is al heel ver klaar. Maar de laatste dingen moeten er nog aan gebeuren. En dat is altijd het meeste werk, hè? De 80-20-regel. Maar hij komt erin. Dus wat Voor bedoelen we met een. interactieve video? Misschien heel even toelichten voor de mensen die niet weten wat een interactieve video is. De Een video bedoeling is dat dat je laat je. zien. In dat Wat leer, lief? in het leer, er zit een voorbeeld in het leerobject dat we gemaakt hebben voor vandaag. De volgende, ja. Deze. Dus wat er nu in zit in Xerte, is dat je vertrekt van een video die ergens online staat, dus best YouTube, Vimeo. Dus dat je de video start. En dat je dan hier aan de rechterkant of beneden, je kan dat instellen, tekst kunt zetten, een afbeelding kunt zetten, meer keuzevraag kunt zetten. Dus dat is er nu al. Dat noemt men medialist. We hebben ooit lang geleden in handleidingen sterren gegeven aan pagina's. En een 1-ster was een makkelijke pagina om te maken, 2 sterren moeilijker. Medialist had er 3, het maximum. Dus een iets meer doordachte pagina, omdat je heel goed moet kijken op hoeveel tijd je wat wil laten zien. Als ik nu verder ga, dan ga je merken. Ik heb even verder gescrolld. Hier is weer een vraag gekomen. Ik kan die beantwoorden. Controle. Antwoord is juist. En zo verder. Wat er nu aan het gebeuren is dat we in plaats van het aan de rechterkant, dat we eigenlijk de video willen stoppen en het hier op de video willen laten komen. Ja, dus 80% zijn Inge is klaar. Maar de overige 20% is meestal inderdaad de struikelblok. We hadden het al heel graag gehad in de vorige release. We hopen deze en anders zal het zeker ook de volgende zijn. Concrete data denk ik dat er nog niet zijn, hè, Inge, voor release. Nee, dat Nee. zou eigenlijk zijn rond de conferentie, maar die is natuurlijk verplaatst vanwege corona. Maar dat betekent dat er nu gewoon doorontwikkeld wordt. En ik vermoed dat er ergens in het najaar wel een release komt, maar dat weet ik niet zeker. Dus we zijn ook nog aan het kijken om de conferentie. Dus voor de mensen die het niet opgevolgd hebben, we hadden voorzien om eind mei een conferentie te houden, 2 dagen in Brussel. Maar corona heeft daar dus anders over beslist. We zijn nog met de stuurgroep van Xerte aan het bekijken om eventueel in december dit nog te laten doorgaan, ofwel in 2021. We kijken een beetje uit hoe de situatie met corona evolueert en gaan dan ook een beslissing nemen van is het veilig en haalbaar voor december, of gaan we toch maar naar 21 opschuiven.